Het bezoek is inmiddels begonnen, zoals gezegd. En zodra daar de eerste beelden van binnen zijn gekomen, dan laten we u zo snel mogelijk die beelden zien. Ze zijn dan weliswaar met de A66, de hofauto, naar Rotterdam gekomen. Maar in de stad lijkt het erop alsof ze verder alleen nog maar een strippenkaart nodig hebben. Er is vandaag een paardentram, maar ook de eigen Air Force One van de RET rijdt mee. De eerste elektrische tram die in Rotterdam is gaan rijden, bijna 100 jaar oud. Verslaggever Richard Nels hield een laatste controle. Hoe is het nou om te rijden op zo'n tram als dit? Nou, je ziet dat het is een beetje winderig, dus wat fris. Maar voor de rest is het ontzettend leuk. Maar je moet wel oppassen, want deze heeft toch iets andere remeigenschappen als de normale moderne tram. Dus we doen het een beetje rustig aan. Ja, en rijdt u ook nog wel op de normale tram? Nee, dat normaal niet. Ik zit normaal op kantoor. Maar bij deze gelegenheid een keertje weer op de tram. En hoe voelt dat? Heerlijk. Ja hoor. Ja, u gaat maandag ook met deze tram rijden. Ja. Met Willem-Alexander en Maxima aan boord. Ja, precies. Hoe is dat nou? Zeer speciaal, want dat je de prins van Nederland en mevrouw Maxima aan boord hebt, dat gebeurt natuurlijk niet elke dag. Dus dat is een leuke gelegenheid. Wat maakt het nou anders, zeg maar, om te rijden met deze tram dan met de modernste die jullie hebben? Ja, bij de moderne tram, daar kan de bestuurder zitten. Die heeft verwarming, die heeft allerlei snufjes bij de hand. Dat hebben we hier dus niet. Nee, als we het over verwarming hebben, dat is al meteen duidelijk dat ontbreekt. Dat is duidelijk. Hè? Dus je moet eens goed indenken dat de mensen in 1905 zomer en winter met zo'n tram door de stad reden. Nou, is zomers wel prettig als je een beetje frisse lucht hebt. Maar als je winters een koude oostenwind hebt en een beetje hagel en sneeuw, dan was het toch best vervelend. En hoe stond zo'n bestuurder dan in de tram? Met bivakmuts op? Die stond met een hele dikke jas aan en met handschoenen aan en vaak met klompen met stro erin. En zo moesten ze dus 9 of 9,5 uur hun diensten doen. Ja. Zonder koffie aan het eindpunt, wat ze tegenwoordig dus hebben. En een magnetronoventje waar je iets warm kan maken. Wordt deze tram nou nog vaak ingezet? Nee, heel zelden. Het is het oudste museumrijtuig. Het komt echt alleen maar bij bijzondere gebeurtenissen op straat. Ja, en waarom laten jullie niet zo vaak zien? Jullie zijn er zo zuinig op. We zijn er zuinig op, ja. Dat is het ding wat zeker is. En dan kan het wat gebeuren. En we hebben er maar één. Dan is het wel zonderste wat ermee gebeurt. Ja, nou staat daarboven verboden de aandacht van het personeel door gesprekken af te leiden. Ja, inderdaad. Nou sta ik met u te praten, maar mag Willem-Alexander of Maxima ook met u praten? Ja hoor, dat mag gerust. En als Willem-Alexander misschien gelegenheid heeft om een stukje te rijden, dan mag dat ook. Ja hoor, dat zou leuk zijn als hij zelf met deze tram de Consingelo komt rijden. Het blijft toch een bevoorrechte positie. En of dat allemaal gaat gebeuren, dat rijden in die tram door Willem-Alexander, u zult het later vanmiddag allemaal zien in deze uitzending.